Goedemiddag dames. Leuk dat jullie meekijken. Goedemiddag. Mijn eerste live van 2024. Hoi Lianne. Gezellig, allemaal bekenden. Nou, tijdens deze live kunnen jullie bestellen voor je tikkiemandje. Benoem goed het merk en de omschrijving. En dan komt het in je tikkiemandje terecht. En donderdag worden de mandjes afgewerkt. Dus zie je hier iets leuks voor mij komen. Ik probeer ook zoveel mogelijk de prijzen te benoemen. Dan graag het merk en de omschrijving benoemen. En dan gaan de meiden het verwerken. Goedemiddag. Nou, ik ga gewoon lekker beginnen. Ik ga aan de slag met de nieuwe spotlight van deze week. Die is in een nieuwsbrief al voorbij gekomen. Dat is het XL alfabet van Studio Light. Deze was normaal €49,99 en is nu €24,99. En die letters, ja, die zijn echt groot. Ik zal er even eentje... Ja, zijn 5,5 centimeter de buitenrand. En de binnenste letters zijn 4 centimeter. Dus dat zijn echt wel grote letters. Dus dat is natuurlijk super leuk. Ze zijn echt heel erg leuk om mee te werken. En ik had een ideetje om met de glitters van Dutch Jongedoe aan de slag te gaan. En met de tape runner van Studio Light. Dat ga ik jullie zo uitleggen. Dus deze leuke spotlight die is nu niet €49,99, maar €24,99. Dus dat is echt super leuk. Hij is echt heel erg leuk. En je kan hem ook op twee manieren. Je kan ook alleen de binnenste letters gebruiken. Maar ook met het lijntje, met dat... gestikte randje. Dus dat is echt heel erg leuk. Nou, ik heb even een voorbeeldkaartje voor jullie gemaakt. Want ik ga ook aan de slag met de nieuwe babyserie van Dutch Doobadoo. En ik heb daar een jongenskaartje van gemaakt. Een babykaartje. En die heb ik dus verwerkt met die glittertjes. Ik ga even kijken of je het goed in beeld krijgt. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En de glittertjes die zitten per 6 in een setje. En dan heb je de love. Maar je hebt ook nog de kerst glitters. Dit waren de eerste die uitkomen. En er zitten er 6 kleurtjes in. En zo'n setje is €5,99. En die wolkjes, ja, die zijn ook echt super leuk. Dat zijn de nieuwe van Kraftlab. Die komen vanaf 12 januari uit. Dat zijn deze. Wolkjes, die heb je altijd wel nodig. En ik had hem opgeschreven. En die zijn... Kijk, ik heb zoveel op mijn lijstje staan. €8,99. Dus die kan je ook wel lekker bestellen. En nou, die beertjes en het papier, dat komt uit de Dutch Doobadoo Slimline Kit, Baby Boy. En daar heb je ook de Baby Girl van. En zo'n setje, die is €7,99. En die zitten allemaal op slimline formaat. Ik ga er even een paar pakken. Voor mij zitten ze helemaal door elkaar. Maar kijk, nou, hier zit bijvoorbeeld een roze in, maar die hoort er wel bij. Zie je hoe leuk? En ze zijn aan allebei de kanten bedrukt. En er zitten leuke van die uitdrukplaatjes in. Dus dan hoef je lekker niet te knippen. Alleen die kleine dingetjes kan je knippen. Dus die heb je dus ook in het meisjes variant. Dat is deze. Er zijn bij mij al een paar beertjes uit. Zie je hoe leuk? Echt hele leuke kleurtjes. Dus dit is wat ik met jullie live wilde gaan doen. Ik zal deze ook nog even laten zien. Dit kaartje heb ik gisteren gemaakt met de nieuwe build-up mal. Ook van Dutch Doobadoo. Dan heb ik een beetje Ted als, als model gedaan. Want ik, voor mij is een build-up mal helemaal nieuw. Maar ik vind hem goed gelukt. En deze build-up mal van de beer die is... €4,99. En er zit ook een jurkje bij en een broekje en een shirt.
Dus je kan je helemaal zelf samenstellen. Zie je, en ik heb hem een beertje in zijn hand gegeven. En die komt dan weer uit die design papier set. En deze letters, dat zijn is het alfabet van Kraflab. Het eerste alfabet die is uitgekomen. En die is 2999. Dus deze wilde ik jullie wel eventjes laten zien. Maar we gaan nu lekker een kaartje maken. Ik heb gekozen voor een slimline kaartje. Want Girl is toch wat groot en de letters zijn vrij groot. En dit is de Stitched Slimline van Kraflab. En die is 24,99. Je hebt zo'n leuk gestikt randje. En de buitens heb ik uit wit cardstock. En deze heb ik dan weer uit dat designpapier van Dutch Doobadoo. Ga ik te snel of dan hoor ik het, hè, of als er vragen zijn. Dus als je leuke dingen voorbij ziet komen, kan je lekker bestellen voor je tikkiemandje. Nou, zoals jullie weten, ik gebruik eigenlijk heel veel die tape runner. Ook die heb ik voor jullie opgeschreven. Dat is een setje met een houder en dan twee vullingen. Kijk, want die kan je dus navullen. En met houder en twee vullingen is die... er zitten drie vullingen in en dan nog een houder. Die is... 11,99 en de navulling, en daar zitten er drie in, is 9,99. Ik gebruik die eigenlijk heel vaak voor grote vlakken papier. Ik vind dat gewoon altijd heel fijn, lekker snel. Ik heb gekozen voor lekker zacht roze. We gaan er echt een babykaartje van maken. Dan ga ik zo iets leuks doen met de glitters met jullie. Zo, dus dan is dit mijn basis. Want ik had al wel een aantal letters gestanst. Ik heb de buitenste al gestanst uit de grote XL alfabet. En dan heb ik het woordje girl. En dan wilde ik de binnenste letters, dat wilde ik aan jullie laten zien. Want daar gaan we dus die glitters op aanbrengen. En daar heb ik een hele handige manier voor. En ik neem een kleurtje uit de Love glitter set. En ik vond deze kleur wel leuk. Lekker roze. En dan pak ik een papiertje. Met glitters heb je wel dat je altijd helemaal onder zit. En ik heb een wit cardstock. En daar plak ik een stuk dubbelzijdig tape op. Die van Studio Light. En die tape is, er zit 15 meter op. En die is 7,99. Ik gebruik hem echt heel veel. Ook voor kleine onderdeeltjes. Maar hier dus ook voor. Het voordeel is dat je de glitters bijna niet afgeven als je hier de glitters op strooit. Het geeft altijd wel een beetje af, maar niet veel. Dus dat is heel fijn. Dus ik knip even een stuk van die tape af. En die plak ik gewoon op mijn witte cardstock. En normaal zou je hem omdraaien, hè, om dan die kleine onderdeeltjes. Maar nu hebben we deze laag nodig, dus doen we hem... Dan moet je de standjes hier opleggen. Dus je legt hem op. En wat ik zeg, normaal draai je hem dus om. Maar je hebt het plak van de tape heb je boven nodig. Dus dan leg je die letters erop. En zo. Dan haal ik die even door mijn stansmachine. Letters die dan plakken aan de bovenkant. En dan gaan we dan die glitters opdoen. Maar ze zijn echt wel groot, die letters. En dat, ja, ik vind hem echt wel heel tof. En nu dus echt voor een hele leuke prijs. Ik moet zeggen, ik heb hem echt al best wel vaak gebruikt. Eerst dacht ik best groot, maar het is echt wel leuk. De letters die heb ik. Dan ga ik dit weer even aan de kant.
En ik pak hier gewoon altijd een blaadje. En daar strooi ik dan wat glitters op. Ja, helemaal onder. Ik zit altijd helemaal onder. Ik probeer altijd. Je hebt niet zo heel veel nodig hoor. Je zou een letter kunnen pakken met je pincet. Of dat je hem ergens mee vasthoudt. Maar ik doe het gewoon lekker met mijn vingers. Haal ik het laagje eraf. Zo plakt hij. En dan leg ik hem er gewoon in. En dan ga ik gewoon een beetje ermee schuiven. Je moet hem niet hard aandrukken, want anders plakt hij aan je papiertje. Eigenlijk doe ik hem dan zo door de glitter halen. Je kan het op een bordje doen, op een papiertje, wat je wil. Nog gewoon een beetje. En als het goed is, pakt hij hem dan gewoon helemaal. Ik kan hem wel even kijken. Zie je hoe handig? Ik zit zelf nu onder de glitters, dus ik kan dan niet laten zien dat hij niet meer afgeeft. Maar ik zal zo even mijn handen afdoen en dan laat ik het jullie zien. Kijk, en ik heb dus nog glitter erop liggen, dus dan gebruik ik gewoon ook dat restje nog. Zie je, dan gaat er ook niet heel veel glitter verloren. Kijk, er zal altijd wel iets aan je blaadje blijven zitten. Zie je, en dan is dit eigenlijk te weinig. En dan strooi ik er gewoon nog wat op. Ik vind deze glitters echt wel heel tof. Kijk, ik zit helemaal onder. Maar dat geeft niet. Ik moet alleen nu niet mijn gezicht gaan wrijven. Als jullie nou vragen hebben of iets, dan hoor ik het, hè. Ik denk dat ik nog meer glitter nodig heb. Dat zien we zo wel. Maar zo gaat er best wel weinig glitter ook verloren. Zie je? Dus dat is iets te weinig. Je kan het er ook op strooien. Dat zou je ook nog kunnen doen. Nou, ik vind dit wel een fijne manier. Zo. Hier moet ik nog. Dus dan hoef je niet te pielen met lijm, maar kan je dus gewoon de tape ervoor gebruiken. En het viel mij dus op dat hij dus bijna niet meer afgeeft als het er helemaal op zit. Dus dat is wel echt super fijn. Dan zit ik echt onder de glitter. Dan kan ik het jullie zo laten zien. Zie je, maar een doekje gaat het er wel weer af. Zo. Dan ga ik ze hierop plakken. En dit heb ik gewoon dan uit wit kaartstok. Oh, mijn kaartje zit onder. En dan doe ik gewoon eventjes. De lijm zit verstopt. Nou, ik gebruik eigenlijk altijd de lijmpennen van Dutch Doobadoo. Die lijmpennen zijn €3,99. Ik vind het wel fijn. Dan pak ik gewoon voorzichtig met mijn pincet. Doe ik zo gewoon een beetje blazen nog en dan
gaan die losse glitters er ook af. En dan blijft echt wat vast moet zitten, blijft ook vast. Zie je hoe leuke kleur dit ook is? Hij lijkt in het buisje ook veel feller. Maar als je dus op wit cardstock, en ik denk als je hem dan juist op roze cardstock, wordt hij veel feller. Het is wel recht, hè? Ik weet ook niet of ik de i wel ga gebruiken, want ik vind het ook wel leuk wat ik bij die boy had gedaan. Om dan een beertje in plaats van de i te doen of de o. Zo. Het is wel echt tof hoor, die glitters komen echt goed uit ook op dit alfabet. Nou, ga ik zo gewoon weer mijn handen afdoen. Dat is het nadeel dan hè, van glitters, dat alles onder zit. Maar ja joh. Zo. Zo, ik heb mijn doekje nodig. Dan haal ik deze even weg. Leg ik even op een veilige plek. Zo. Stukje keukenrol. Ik heb mijn kaartje nat. Zo. Nou, ik zal even kijken. Kijk, als je dus een beetje afblaast. Ja, het geeft echt minimaal af. Kijk, mijn handen zitten dus nu onder de glitter, dus ik kan het niet goed laten zien. Maar op zich, ik doe dan een beetje nog het afblazen. Ja, en dan dwarrelt het glitter natuurlijk overal. Maar het geeft dus echt minimaal af. Dus dat is echt wel heel fijn. Kijk hoe tof. Maar ik vind het ook wel leuk, wat ik net bij dat kaartje van de dat je dat beertje in het midden doet. Dus dat zouden we op zich ook wel kunnen doen. Maar we kunnen hem natuurlijk ook gewoon zo laten. En dan lekker aankleden met beertjes. Gaan we even kijken wat leuk is. Zo. Even dat papier setje. Meisjesvariant, zoals de jongens. Zo. Ik heb hier er eentje met een ballon. Oh, die zit er denk ik los in. Nou, precies dat meisje nodig. Die zit natuurlijk allemaal, ja. Kijk, het is natuurlijk ook leuk om die te vervangen. Ik denk dat ik dat wel heel leuk vind. Wat vinden jullie? Ja, mondje die zit ook helemaal onder inderdaad. Ja. Nou, het leuke van wat ik met die letters vind, is om ze dan dubbel verhoogd op te plakken. Dat doe ik met 2 mm. Ja, hè? Ik zeg doen. Ja. Ik ga dat beertje, of dat, die letter vervangen door het beertje. Dan breekt het ook een beetje. Die plak ik lekker allemaal verhoogd op. Ja, ik vind het wel leuk om weer met zulke kaartjes aan de slag te gaan. Want kerstkaartjes, daar ben ik wel klaar mee.
even zo nog aankleden met de nieuwe wolkjes van Kraflab. Zo leg ik een beetje mijn lineaal, dat ze dan weer even hoog komen. Ja, schattig zo, toch? Zo. Nou, gaan we die leuk aankleden nog met wolkjes van Kraflab. Zo, zit echt helemaal onder de glitter. Die heb ik allemaal uit wit cardstock. Ik laat hem nog een keertje aan jullie zien. En die komt 12 januari. Ligt de collectie in de winkels. Maar je kan hem al wel bestellen voor je tikkiemandje. Dus dit zijn de wolkjes van Kraflab. En die zijn €8,99. Ook die shaker blisters van Studio Light passen daarin. Dus dat is echt wel super handig. En ik vind het ook leuk dat sommige die zijn gewoon recht. En je hebt ook met we hebben één wolkje, dat is gewoon rechte, laat maar zeggen. En de ander is met een stiksteekje. Maakt de wolkje ook weer net even anders. Kijk, en het leuke is dan een beetje dat die wolkjes een beetje verwerkt over de letters. Ik vind het ook wel leuk als ze wel een beetje over de letters heen vallen. Zo. Zo. Nou, mijn man gaat de deur uit. Die hebben jullie vast gehoord lopen. Die heeft avonddienst. Die zegt me even zachtjes gedag. Ja, je mag ook gewoon andere dingen bestellen. Hè? Die je al voorbij hebt zien komen in de groep. Dus gewoon een tikkie. En je mag lekker gewoon bestellen wat je wil. En donderdag worden de mandjes verwerkt. Ik ben benieuwd of jullie ook al wel de Kraflab collectie hebben besteld. Zo leuk met die siraf. Die heeft Jolanda van de week natuurlijk al laten zien. Ik vind hem echt wel heel tof. Zie je, dus ik plak gewoon overal een beetje een wolkje. Eigenlijk heeft je kaartje ook niet heel veel meer nodig. Ik zou zeggen, nog een beertje erbij. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om gewoon maar één beertje te houden. Maar ik ga wel even kijken of we dat nog gaan doen. Zie je hoe leuk die voor. Ik vind die maten van de wolkjes ook allemaal zo leuk. Allemaal verschillende maatjes. Kijken of ik er nog een beertje bij vind. Of een maan kan natuurlijk ook. Nee. Nee, ik heb het al gezien. Misschien nog een beertje. Kun je natuurlijk wel meer aankleden nog. Wat vinden jullie? Gaan er nog meer beertjes bij? Of houden we het lekker alleen bij de wolkjes?
zo schattig. Nee, ik denk dat ik het bij de wolkjes hou. Ik kan wel een wolkje. Met een beer. Oh ja. Mag nog een beertje bij. Twee beertjes. Nou, leuk. Eens even kijken welke we dan gaan doen. Zo'n slapen is misschien ook wel leuk. Ja, ik vind ze allemaal leuk. Ik zou hem liefst helemaal vol plakken. Nee, doen we zittende. Ik ga er gewoon lekker druk maken. Dan is hij ook niet zo hetzelfde als die andere. Of zo. Nee, ik kan wel zitten. Dan heb ik precies weer een tapeje. En dan doen we hier nog een wolkje. En er is ook nog een leuke goodie bag. En ik zag dat er nog genoeg op voorraad was. Van de Baby Bear. Van de Dushubadoo set. En die goodie bag heet de Baby Bears. En die is €24,99. En daar zit in, dat laat ik jullie wel even zien. Dat is wel leuk, denk ik. Dus er zit echt heel veel in. Dus dat is echt heel leuk. Daar zit die beeld op, Mo. Zit erin. Dat is deze. Dat beertje die ik had gemaakt. Nou ja, dat papier zit er dan in. Zowel de jongens als de meisjes set. Dat is deze. En er zit een masstencil met de voetjes. Ook echt super schattig. Een maskstencil met de wolkjes. Een 5 en die kan je dan, zie je, kan je openklappen. En een 0. Ook die kan je dicht en openplakken. En een folder art mal. En die heb ik ook hier gebruikt. Ik heb alleen de ovaal niet gebruikt, maar ik heb hem hier wel gebruikt. En je zou hem zo kunnen maken, maar je zou hem natuurlijk ook, wat ik heb gedaan, verticaal kunnen doen. Al deze mallen die zitten dus in. Dus dat is echt wel superveel. En dat allemaal voor €24,99. Als je ze allemaal los moet kopen, zijn ze €4,99. En de cijfers zijn €5,99. Dus het is echt wel heel erg leuk. En er zit ook nog het knipvel in van Bella Lulu met de beertjes. Dus er zit echt heel veel in. Ik ga kijken of ik nog straks iets ga toevoegen aan mijn kaartje. Voor nu hou ik het even hierbij. Dus de glitters heb ik jullie laten zien. Dus die heb je in de kerstkleurtjes. Dus dat is de 001. En dan heb je de... Even kijken wat ik hier heb gelaten. Ergens in mijn rotzooi. Ik zit gewoon aan de keukentafel. Dus ja, het is allemaal klein en krap. En... Het is echt een bommenploft hier. Nou, die kan ik heel eventjes niet vinden. Maar daar zitten dus die roze tintjes in. Zwart en zilver en wit. En dat is de 002. En die setjes zijn €5,99. Ik zie dat ik hier nog een stempeltje vergeten ben. En daar had ik bijvoorbeeld deze bij gebruikt. It's A. En It's a Girl. Dus dat is de Kaukau kisses. En dan heb je ook nog die baby. Dus de allereerste stempel van Kraflab. En daar zit ook It's A in. Dus dan kan je die erbij doen. Dus dit is de stamp 165 en de stamp 308. Dus die zou je daar nog voor kunnen gebruiken.
Ja, dat is echt een hele leuke techniek met die glitters. Ik kan nu denk ik wel, ja, ik heb nog steeds glitters aan mijn handen. Dus ik kan het niet heel goed laten zien. Maar het geeft echt bijna niet af. En dat is echt super fijn. En volgens mij heb ik jullie alles laten zien. Heb ik de prijzen allemaal? Ja. Dus omschrijf goed het merk en de omschrijving. En donderdag worden de mandjes verwerkt. Dus wil je deze live nog terugkijken, kan je ook daar nog onder reageren. En Bella Lulu knipvel is ook echt heel leuk. Dat is gewoon met die zilveren, of met die zilveren. Met diezelfde beertjes als de Dutch Doobadoo. Die is echt wel heel erg leuk. En die is 1,99. Dus voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het meekijken en voor de gezelligheid. En tot de volgende keer. Fijne dag. Doei doei.